Ik heb er zin in, ik ben klaar voor. De echte race is nog niet eens begonnen, maar woensdag kwam het tot een confrontatie tussen het Nuon Solar Team, met aan het stuur voorschotenaar Jelmer van der Hoeven, en zijn grote rivaal, de Japanse Tokai. Als ik dat eerste rondje gereden heb, dan weet ik tot hoever ik nu naar kan pushen om zo hard mogelijk door de bochten te gaan. Dus dat komt dan helemaal goed. De kwalificatie voor de beste startpositie vond plaats op een straatparcours ten noorden van Pretoria, waar Numa 9S zich moest bewijzen op een slalom van 400 meter. De Japanners hebben het TU-team helaas verslagen met een seconde. Daardoor starten de Nederlanders met hun zonnewagen Numa 9S zaterdag vanaf de tweede plek bij de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. De spannendste dingen was toen ik een pionnetje raakte. Dus op de eerste testrun had ik net een bochtje te strak genomen. Gelukkig is Nuna nog gewoon in mooie staat. Er is niks beschadigd. Alleen het pionnetje was wel iets beschadigd. Dus gelukkig is Nuna gewoon hartstikke sterk. Die doorstaat dat wel.